Oh, er gaan net twee duiven in de boom zitten. Wil je even de buks halen en schieten we ze er even uit? Ja. Hey beste mannen, vrouwen, dames, heren, jongens en meiden. België, Nederland en de verre omstreken. Net als altijd weer heel goed dat je kijkt naar deze nieuwe video van boompjekappen.nl. Voor al uw takkenwerk. We staan vandaag bij deze best wel hele grote S. Dit is een goud S. Hij staat in het blad, maar ik hoop dat jullie een klein beetje kunnen zien met het tegenlicht. Er zit heel veel dood hout in, voornamelijk daar aan de rechterkant. Maar ook hier aan de voorkant. Deze boom heb ik eerder al een keertje nagelopen om dood hout te verwijderen. Toen was die al matig. En je ziet dat er nu heel veel dood hout in is gekomen. Nu zou mijn advies altijd zijn om deze te kappen. Want ja, deze is aan het doodgaan. Is geen eer meer aan te behalen. Maar we staan vandaag bij een bijzondere klant. En ik ga jullie drie voorbeelden laten zien. Waarom ik begrijp dat de klant niet besluit om deze boom weg te halen. En het eerste is deze. Dit is een ooit een rode beuk geweest. En die is helemaal vermolmd. Er staan nog een meter of zes staat hier. Is helemaal aan het afbrokkelen en weet ik het allemaal. Dit is voor de kleine diertjes, laten ze dit staan. Om gewoon zo opgeslokt te worden door de natuur. Dit is voorbeeld 1. Er lopen trouwens dit is ook een leuke boom. Kijk. Een soort sparachtige ding, pinus. Die heb je hier zijn wortel. En die groeit alleen maar schuin. Dus over die struik, over dat groen daar zo. Dat is wel grappig. We gaan straks even verder bij die S kijken, die goud S. De reden dat ze hem willen behouden bijvoorbeeld ook is omdat hij in de zomer. Je hebt natuurlijk, nu is het een beetje groen, maar later in het jaar krijg je het heet niet, vind ik, zo'n goud S. Krijgt die gouden kleur erin. Hier een hele, wat is dit, een azer, hele grote, ook heel mooi. En hier staat het tweede voorbeeld, ze komen achter in de tuin. Dit is ooit een paardenkastanje geweest. Laat ze ook gewoon lekker staan hier. En weet je, als je zo'n grote ruimte hebt, maakt het natuurlijk niet zoveel uit. Dan kun je dat gewoon laten vermolmen. Hier zitten ook al lekker diertjes en kevertjes en spinnetjes en dat soort dingetjes in. En er staat daar nog, dat zie je niet heel goed, maar er staat een hele grote eik. Die groeit schuin die kant naar die boom. Die gaan we over een tijdje weghalen. Waarschijnlijk met kraan erbij. Ik denk zo'n autolaadkraan. Maar dat is voor een andere video. Wellicht de volgende. En dan komen we hier nog bij een voorbeeld, beste mensen. Dit is echt. Dit is een treurwillig. Dat zien jullie natuurlijk ook wel. Treurwillig. Dit is. Dat waren twee vliegende ratten. Deze treurwillig. Is echt gigantisch. Timo, wil jij hem vasthouden? Even kijken, als ik erbij ga staan, dan kun je een beetje zien hoe groot hij is. Kijk, dat is niet normaal. Dat is gewoon 1,80 meter. En als we dan verder omhoog kijken, wordt hij uit nog een stukje breder. Maar die is ook helemaal rot erin. Kijk maar. En hier ook, het is allemaal, je kunt het gewoon uitpakken. Het is allemaal niks meer waard. Maar ze vinden het toch tof om dit te laten staan. En ze hebben de kruin heel ver ingenomen. Maar hier is die breed, maar hier krijg je een soort van die knot. Nou, daar is die al 2,5 meter. Een treur van 2,5 meter, is echt super bizar. Maar de klant heeft gezegd, als je hier een ladder tegenaan zet, dan kun je, even kijken of je dat kan zien. Daar zo bij die splitsing, zeg maar, dan kun je gewoon in de boom. Daar kun je gewoon in. Dus als jij nog een lichaam kwijt wil maken, dan weet ik wel een plekje om daar voor altijd vanaf te zijn. We kijken even vanaf hier naar die goud S. Dit zijn dus drie voorbeelden waarom ik de klant begrijp in hun keuze om te zeggen, nou weet je, haal maar gewoon het dode hout weg. En dan is het goed. En over 5 jaar komen we hier weer. En dan staat er nog meer dood hout in. En zo wordt de boom iedere snoeibeurt, zeg maar, een klein stukje kleiner. Totdat hij uiteindelijk alleen maar een stompje heeft. En dan wordt hij net als zo'n beuk die hier staat. Of zo'n kastanje die er achterin staat. Of zo'n treurwilg die daar aan die kant achterin staat. Die aan het achteruit gaan is. En die is ook een soort van begeleiden in dat proces. Naar een stompje toe. Dit is natuurlijk wel een gigantisch ding. Dus als dit naar de zijkant valt of zo. Maar goed.
iedere snoeigang wordt die weer kleiner. En dan is ook de omvang, hè, dus de kroon waar een wind tegenaan kan blazen, wordt ook kleiner. De opdracht die wij vandaag hebben is het klimmend, of nou ja, wij doen het klimmend. Het klimmend verwijderen van dood hout uit deze boom. En wat we gaan doen, we gaan met de ladder even een flink stuk erin. Dan zitten we ongeveer halverwege of op een derde. En dan gaan we topanker maken en dan gaan we die boom rond het dode hout verwijderen. Dat kunnen we gewoon naar beneden gooien. We hoeven in principe niet zoveel rekening mee te houden met het gazon. Dat is wel lekker gemaaid net. We zien hier allemaal poep liggen. En als we recht omhoog kijken, dan is dat deze tak. Nou, die gaan we ook verwijderen. Maar uiteindelijk is het doel dus dat er alleen maar, zeg maar, alle takken zonder blad halen weg. En alle takken met blad, of totdat het blad begint, laten we zitten. We keken net nog even vanaf deze kant. Kijk, hier hebben we nu al een beetje tegenlicht. Dus even kijken of jullie nog wat kunnen zien. Nee, jullie zien eigenlijk alleen maar zwart-wit. Dus hebben we daar links. Maar even wat laten zien, dat is wel grappig. Even kijken, dit is toch de boom die we een beetje hebben. Kijk, deze tak, die gaan we verwijderen. Deze hoek. En toen zei de klant, dan weet je, deze top misschien ook. Die steekt dan raar uit. Ik zeg, maar dan heb je alleen maar deze wat naar rechts groeit, zeg maar. En dan krijg je eigenlijk een vormsnoer, moet je de rechterkant afhalen. En nou ja, dan verzand je eigenlijk van het een in het ander. Dus we zijn toch overheen gekomen om gewoon echt alleen maar het dode hout eruit te halen. Nou ja, dat is wat we vandaag gaan doen. De klant is erbij. Timo is er uiteraard bij. Hey jongens, kijken jullie wel uit als je op de weg rijdt. Want het kan zijn dat je Timo tegenkomt. Hè? Timo is bezig met zijn rijlessen. Dus goed uitkijken, beste mensen. Hey, ik ga de klimspullen aantrekken. Even kijken hoor. Even wat hebben we nodig vandaag. Wat wij vooral nodig hebben is de standaard uitrusting die ik gewoon altijd gebruik. De klimgordel met de handzaag, fliplijn, klimsporen heb ik natuurlijk niet nodig, Timo. We gaan niet kappen, dus de klimsporen mogen mee blijven. De 201T, misschien een vanglijn, die heb ik even bijgezet. We hebben natuurlijk de klimlijn, verstelbare cambiumzever met de zigzag en een laddertje. Zaaguitrusting, ik heb natuurlijk de helm waar de camera op staat. Zaagbroek, zaagschoenen, klimschoenen, hoe je het wil noemen. Ja, dit is wel eens een beetje, en we hebben de boom, die hebben we natuurlijk ook nodig. Oh, er gaan net twee duiven in de boom zitten. Wil je even de buks halen en schieten we ze er even uit? Ja. Kijk, daar gaan ze al. Yes. Oké. Okay. Hey, beste mensen, ik zie jullie straks als we in de top zijn. Zo, we zijn in de top van de boom aangekomen. Ik heb hier een ankerpuntje gemaakt. We zitten hier echt in de top. Ja, voel ik me hier 100% veilig? Nee, maar toch wel het grootste gedeelte wel. We hebben hier een dood gedeelte. Maar bijvoorbeeld, dit is dood. Het breekt zo af, maar hier zit leven. En leven betekent blad. En blad vindt de klant heel mooi. Ik zat net te bedenken, eigenlijk is de juiste benaming voor wat wij nu aan het doen zijn, waarschijnlijk de komende 30 jaar, dat is het begeleid sterven van deze boom. Maar deze tak, hè, want hij gaat steeds een klein stukje, alhoewel ik wel vind dat hij, bijvoorbeeld hier waar ik hem vorige keer gesnoeid heb en daar ook, dat het best wel goed gaat. Maar hier is bijvoorbeeld, nou, is dat niet uitgelopen, dus dan ga ik hem daar afzagen, laat ik jullie straks zien. Maar ik ga dus niet helemaal in de top, maar het scheelt, nou ja, het scheelt ook maar een meter. Ik ga de motorzaag starten, dan ga ik hem hier afzagen. Volgens dit gedeelte is dood en dit niet, dus dan haal ik hem tot hier weg. Hetzelfde geldt voor daar. Die tak, dat kleine takje daar, die haal ik weg. Maar verder is dat gewoon een, nou geen prima, maar wel gewoon een in het blad staande tak. Dus dat laten we zo. En deze kant is sowieso best wel oké. En dan aan die kant, ja, dat is echt een groot probleem. Ook met, ja, hoe krijg je dat redelijk gecontroleerd naar beneden. Dat is wel even een uitdaging, maar daar gaan we straks kijken. Dat is niet voor nu. Dus even de zaag warm laten draaien. De top is nu zeg maar een soort van klaar. Dode hout is hier weg. Hallo kraai. Is dat Hans? Is dat een broertje van Hans? Hans kraai? Nee. Oké. Topanker laat ik hier natuurlijk in zitten. Nu ga ik deze tak hier verwijderen. Wauw.
Zag je dat? Dat stukje stam van, nou, denk ik nog geen meter, die viel precies op dat dode gedeelte daar. En die brak gewoon in tweeën. Behoorlijk gek. Deze tak heeft aan het uiteinde ook een dood gedeelte zitten. Dat zie je vanaf hier eigenlijk niet, maar daar gaan we toch even naartoe lopen. Yo, zag je dat dan weer? Ik zag hem af, hij viel op die tak en door de trilling vloog er daar nog een andere tak af. En die viel op de grond en die brak daar ook nog eens in tweeën. Nou, deze tak is in ieder geval klaar. Er zit zoveel van dat, van die loten zitten erop, dat er altijd wel iets afbreekt. Kijk, de top is klaar, dit gedeelte hier. Dan zit er daar nog een dode tak, daar gaan we nu even heen. Denk ik, ja, ik denk dat dat beter is. Alles aan één kant. Ik wil natuurlijk heel graag daarin. Dat is het grootste probleem. Maar dan moet je uiteindelijk straks nog deze kant op komen. Wat weer extra energie kost. Zo, we zitten nu bij dit takje. Deze gaan we hier net naast mijn fliplijn afzagen. Nou, we hebben hieronder nog een tak. Dan kan ik toch denk ik best vanaf die andere kant een beetje bij. Even kijken of dat een beetje lukt. Ja, dus deze. Deze moet ook nog weg. Dus deze ga ik ook in een paar delen. Tot ongeveer hier beneden. Ga ik die weghalen. Zo.
zo. Deze is nu ook gedaan. Stompje daar weg. Dode takje aan het eind. Deze stompjes weg. Kijk even naar boven. Hier is het ook goed. Nu, en dat gedeelte daar is ook goed. Aan die kant. Dus nu gaan we nog aan de kant van waar Timo staat. Gaan we weer twee takken weghalen. En dan gaan we het echte grote werk beginnen. Zo, we zijn nu weer bij de top in het midden van de boom. We zijn er daar geweest. Ik ben nu omhoog geklauterd, zeg maar. Kom maar, zaagje. Kom maar. Zo. Deed ik dat? Kijk jongens, hey. Even kijken hoor. We gaan hier gewoon dit dode hout eraf halen. Zo. En nu hebben we hieronder nog deze tak waar ik nu op sta. Die gaan we nu verwijderen tot hier. Haal het eerste gewicht eraf, dus ik denk ongeveer dat ik 2/3 eraf haal. En daarna hier de laatste 1/3. Waar we nu heen gaan is dat dode puntje aan die kant. Dan moeten we hier langs, omhoog. En dan naar beneden aan die kant en dan die tak in. Even body trusten. Zo, dan komen we er wel. Klimlijn maar gelijk meenemen. Handig. Weet een van jullie vast wel, een van de gekke zwam of zo. Dat lijkt wel helemaal verkoold, moet je kijken. Allemaal beestjes uit. Hier allemaal maaien en zo. Bleh. Maar we komen nu voor deze.
stop je nog even af. Even met de handzaag. Kan wel even. Zo. Nu is dat gedaan. Nu moeten we nog eventueel deze tak hieronder. Er zit nog een klein stukje, maar dat hoeft niet per se. Nu gaan we naar het grote, spannende werk. Zo, we zijn nu omgedraaid en we hebben nu dit dode gedeelte voor ons. Nu is het super verleidelijk als je gewend bent om met klimsporen te klimmen. Om bijvoorbeeld deze tak hier gelijk te verwijderen. Maar dat gaan we nu niet doen, want hier kan ik mooi zonder klimsporen opstaan. Hij is niet helemaal glad, zie je de bast. Dus dit is al gunstig voor mij. Maar ik probeer zoveel mogelijk waar ik op kan staan om dat te laten zitten. Nog eventjes. Dat kan ik gebruiken om op te staan, maar ook om straks misschien als dat nodig is af te vangen. Dat kan natuurlijk wel eens handig wezen. Kijk, zo'n tak als deze hoef ik niet helemaal te laten staan, maar wel bijvoorbeeld een stompje. Dat ik hier mijn vanglijn achter kan haken bijvoorbeeld. Vaak hoef ik niet helemaal door te zagen. Hier, nu blijft hij gewoon staan. En dan zie, breek je hem af. Nu kun je er wel langs klimmen. Maar kun je er toch nog profijt van hebben door bijvoorbeeld hier je voet op te zetten en verder naar boven te klimmen. Ik voel dit wel ernstig heen en weer gaan. Ik vind het wel een beetje link om mezelf hier te zekeren, dus dat ga ik even niet doen. Ik ga even met alleen, mijn klimlijn zit aan die kant, ik zaag aan deze kant. Ik denk dat dat beter is. Als ik me hier zeker en het breekt eronder af, dan pleur ik mijn takken al naar beneden. Nu zijn er ook hele kleine, die heb ik ook wel, hele kleine karabinetjes. Die haal je zeg maar bij de Action, voor je fietssleutel of zo. Maar die kunnen toch een paar kilo hebben. Als je die dan hier bijvoorbeeld hier tussen doet, tussen mijn gordel en de fliplijn. Mocht er dan iets uitbreken, er komt vreselijke kracht op te staan, dan breekt het af. Maar we doen het nu gewoon even zo. Wel hoe slecht het is, maar ik heb nu een stuk hout op die tak liggen. Zo. Staat daar een beeld? Net goed, precies goed. Staat er een beeld daar zo, misschien kunnen jullie dat wel zien. Dan moeten we even proberen een beetje omheen te werken. Zo, nou, de top is eruit en ik sta nu ook weer een stukje lager, dus nou ga ik me weer zekeren aan de tak zelf. Je ziet hier trouwens, deze tak, die is helemaal geel aan het worden, hij is helemaal slecht al. Dus deze gaan we verwijderen.
Maar hoe, kijk, deze is ook nog een beetje geel. Maar hoe verder je naar de stam gaat, hoe groener ze worden. Zie je dat? Dus daar is het groen. Dus ik denk dat ik hem ongeveer net onder mijn voet daar uiteindelijk afzaag. Goed zicht uit die trapsnede. Het hout loopt via deze kant hierheen. De vezels zijn recht, dus kunnen hier heel makkelijk breken. Nice. Hoe ver wilt u hem nog verder hebben, denkt u? Verder nog? Oké. Ja, daarom is het dus belangrijk dat je contacten met de klant. Meestal met snoeien vind ik het ook heel belangrijk dat de klant aanwezig is in de tuin. Voor, of in ieder geval in het huis dat Timo bijvoorbeeld hem even kan halen voor vragen te stellen. Want mijn gedachte was om hem hier een beetje tot hier een beetje weg te halen. Maar de klant zegt, hoor, haal een flink stuk verder weg. Dat is wel belangrijk natuurlijk, want ik kan mijn ideeën hebben, maar het gaat uiteindelijk om toch wel een beetje wat de klant wil. De klant betaalt, dus de klant bepaalt. En ik kan natuurlijk wel mijn professionele ideeën hierover kwijt bij een klant. Maar als hij zegt, hey, luister, ik wil het toch gewoon weg hebben, dan ben ik degene die dat wel gewoon voor hem kan uitvoeren. Dus vandaar dat we dit gewoon nog even een klein stukje verder gaan inkorten. Ja.
Nou, hier zitten we allemaal toch weer takken aangegroeid. Het begint hier aan deze kant. Ik kan er nog een blok van afhalen. Nou, 10 keer zo sterk als dat het daar was. Dus, hoe dichter bij de stam, hoe steviger het wordt natuurlijk. Precies, ja. Ik verwacht niet, want we zijn hier de vorige keer, 5 jaar geleden geweest of zo. Precies, ja, dat denk ik. Nou, dat garandeer ik niet, maar waarschijnlijk wel. En dan kunnen we deze misschien nog ietsje verder innemen, ik weet niet. Maar misschien gaan deze tak hier ook wel weer meer groeien. Want hier was een hele grote arm uitgebroken, hè, weet u nog? En dat is er eigenlijk nog steeds. Maar er groeit wel heel veel groen uit. Ja. Gewoon zo laten? Oké. Is er nog ergens anders waar er wat vanaf moet? Ja, die gele. Daar zou ik ook een beetje aan te twijfelen. Ja. Zat ik ook een beetje aan te twijfelen. Die is inderdaad helemaal geel. Dan klim ik daar nog even naar terug, ja? Jullie weten waarschijnlijk zelf ook wel over welke tak dit gaat. Die heb ik, als je kunt van deze kant zien. Ja, hij zit daar in ieder geval. Die heb ik daar voorzichtig verwijderd totdat het geel werd. Maar de klant geeft aan, en dat ben ik wel met hem eens eigenlijk. Ik wilde aan die kant gewoon nog een takje houden. Maar ja, die was wel helemaal geel en waarschijnlijk ging die echt wel kapot. Rotten en dood en dat soort dingen. Dus we zijn hier klaar. En dan gaan we nog even naar die kant toe klimmen. Om dat takje daar te verwijderen. Zo. Dus die tak. Nou, dan zijn we bij de tak aangekomen waar de klant natuurlijk op doelde. Deze tak. Dan gaan we niet alleen deze tak verwijderen, maar ook nog een klein stukje stam tot waar hier het groen begint. Dus waar mijn linker schoen staat. Kijk, nice. Klimlijn gelijk weer goed maken voor volgende klus. Dat is dus waarschijnlijk die eik daar. Gaan we over 2 weken gaan we dat doen. Als je deze manier de lijn binnenhaalt, kan je ook goed nog even kijken of er geen gekke beschadigingen aan zitten. Meestal hebben we dat zelf wel door. De meeste beschadigingen zitten natuurlijk altijd ook in de eerste meter. Ja, dat is deze. Dit soort dingetjes aan de buitenmantel, wat lichte beschadigingen. Maar ook niks ernstigs. We gaan nog even bij de boom kijken natuurlijk, een beetje van een afstandje, zodat je ziet hoe het eruit ziet. Jullie zien het al, ik nog niet. Even kijken. Ja. Zoals ik al zei, begeleid sterven van de boom is het eigenlijk. We missen, zeker als je een beetje aan deze kant gaat staan, mis je die arm daar naar rechts zeker. Ik had ook niet verwacht de vorige keer toen we hem hebben gesnoeid, een klein beetje hebben ingenomen,
dat hij in ieder geval daar dood zou gaan. Maar het is wel gebeurd. Ik ben ook blij dat dat gele takje toch nog eens weggehaald. Kijk even vanaf deze kant. Blijft natuurlijk een S. Mooie kleur, die gele. Hoe tof vinden jullie trouwens een klant die zegt, joh, gooi maar lekker op het gazon. Al die butsen erin, maakt niet uit. Dat is wel lekker. En dit beeld hebben we ook nog maar net gemist. Zoals de klant het zei, of zoals ik het zeg, precies mis. Precies goed. We kijken even nog vanaf de huiskant. Wel met een beetje tegenlicht. We hebben de top daar linksboven laten zitten. Ik denk dat dat een goede keuze is geweest. Je mist aan de linkerkant wel een gedeelte natuurlijk, nogmaals. Maar ja, ik denk dat op deze manier de boom weer een stuk veiliger is. Dodenhout verwijderd. En dat hij vanaf nu, ja, ook al besproken met klanten, over een jaar of vijf zien we elkaar wellicht weer. En dan zal er wellicht nogal takjes minder zijn geworden. Maar goed, dat is gewoon een beetje in de gaten houden. Dus kijk eens even. Mensen kunnen het op die manier van jou leren, via YouTube. Ja, een beetje kijken. Ja, gewoon tips. Ja, ik denk dat er voor iedere video wel iets te... uit te halen. Ja, te kijk. Je geeft een soort instructies, hè? Ja, blijf de leraar. Ja, en voor dat ligt een beetje aan het niveau van de kijker, zeg maar. Ja, of die een hele video interessant vindt, of dat hij misschien een iets, ja. Maar één shot uithaalt dat hij denkt, hey, daar leer ik wat van. Of een bevestiging heeft, of... Ja. Ja, materiaal is één, hè? Dat is allerbelangrijk. Ik hoorde je op een gegeven moment over action van die carabines Nee, dat ging over... Dat je een stuk valhout probeert op te vangen of zo. Nee, dat ging over de tak. Die hele grote dode tak. Ja? Ik ging erin, ik ging een beetje heen en weer en dat wiebelde als een gek. Dus ik was bang dat als ik mezelf vastmaak aan die tak... Dan ga je mee. En hij gaat. Ja. Ja, dan ga ik ook mee. Ja. Dat, of ja, of mijn lijn boven breekt dan, of beneden. Maar ik denk boven. Ja. Want deze die ik bij me heb, dat is gewoon een staalkabel eigenlijk. Ja, en ik denk dat die niet breekt. Nee. Dus dan ga ik mijn takken al naar beneden. Dus toen zei ik van, je hebt van die hele simpele action carabines. Die aan je sleutelhanger hangt, zeg maar. Je kunt er gewoon 10 kilo hebben bijvoorbeeld, ik noem wat of 5. Maar als je daar dan mee zeker en die tak breekt uit, dan breekt die karabiner af. Ja. En hang je zelf nog in de boom. Ja. Dan blijf je aan de hoge lijn nog. Precies, ja. Gelukkig wel. Dat is nog niet fijn. Nee. Maar je ligt in ieder geval niet beneden. Nee, dat is absoluut. Dat is meer een soort breekpalletje eigenlijk, hè? Dat je denkt, klopt. Van nou, als er dan toch wat kapot moet, dan moet dat maar. Je voegt eigenlijk een zwakste schakel toe in het systeem. Een hele zwakke schakel, zodat je zeker weet, als het breekt, breekt het daar. Ja. Kijk eens. Nou, het is lekker droog. Dat scheelt ook. Dat heb je natuurlijk nooit voor het zeggen, hè? Nee, laatst zijn natuurlijk super nat geweest. Maar als zo'n boom als deze nat is, dan wordt hij heel glad. Slippen. Ja, dan ga je super veel uitglijden. Nee, het waait ook nog lekker. Het is van de week. Hier ligt nog al het hout wat er af is gekomen, toch nog, nou, ik denk wel ongeveer een kuub. Misschien ietsje meer zelfs wat hier ligt, heel mooi. Ja, en al deze kleine takjes, no clean-up. Beste wat je maar kunt hebben. Nog één keer het beeld van de boom. Super gaaf. Hé, maar op deze manier is dus een einde gekomen na het heerlijke appelgebak. Hier in, we zijn in Zevenhuizen. Aan deze video, ik hoop dat je het tof vond. Het dood hout verwijderen uit de boom. Ik hoop ook dat je begrijpt welk proces hier gaande is. Het proces van, zeg maar, begeleid sterven. Hetzelfde als dat hier bijvoorbeeld met deze beuk is gedaan. Zal uiteindelijk ook met deze boom gebeuren. Dus wellicht over 5 jaar nemen we nog verder in. En steeds een stukje verder totdat alleen maar een stam overstaat. Dat is de wens van de klant. En naar die wens hebben we het werk vandaag uitgevoerd. Hey, de rest mij niks om jullie hartelijk te bedanken voor het kijken. Ik hoop natuurlijk dat jullie het een toffe video vonden. Doe even die duim omhoog. Dat houdt mij super gemotiveerd om nog meer gave filmpjes voor jullie te maken. En hoop ik jullie een volgende keer weer te zien. Tot ziens!